knock-out gewoon bij een Osirisje. Die is ook wel sterk, maar niet... Oh, mooi. Nee, ja! Ja, dat nee! Ik ben de hele finish! Niet die rem pakken, hè? Hoezo niet? Nee. Oh, daar zit een rem! Nee, helemaal van boven. Yo mensen, Jeroski hier. Welkom bij dag 11 van de 12 dagen voor Kerstmis op GTA 5 online. De races worden alsmaar spannender en de punten worden alsmaar belangrijker. Want er staan vandaag weer 3 races voor ons klaar waarin we punten kunnen gaan verdienen en aan het einde punten kunnen gaan weggeven. Dus heb je er nu weer zin in? Ram er natuurlijk kaart op lijn of zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads en een scorebord ziet er op dit moment als volgt uit. Want op de eerste plek sta ik zelf met 73 punten. Op de tweede plek staat Thibaut met 55 punten. Op de derde plek staat Mike met 42 punten. Op de vierde plek staat Ryan met 36 punten. Op de vijfde plek staat Lee met 33 punten. Op de zesde plek staat Angelo met 31 punten. Op de zevende plek staat Guido met 28 punten. En op de laatste plek staat Raymond met 22 punten. Dus het ligt over het algemeen heel dicht bij elkaar. Maar er kan weer van alles gaan gebeuren. Dus we gaan op naar race 1. De volgende dag van de 12 dagen voor Kerstmis is van start gegaan. En iedereen... Oh. Oké, nee. Veel hebben de beste eet gepakt. Maar het zijn 2 rondjes. Wow! Ik kreeg een setje van achter, joh. Zo. Maakt niet uit. Kan gewoon... Oh, Liam! Rustig! Kan gebeuren. Met de Raymond. Normaal, ik weet echt niet wat er allemaal mee gebeurt, man, in deze. Dit is echt chaos, jongen. Woe! We moeten zo meteen een jaar bijkomen naar deze serie. Gelukkig is al bijna niet... Ja, dat is wel waar. Het is bijna is er een jaar voorbij, inderdaad. Ja, er komt nog een stunt aan, maar... Wat dat is... Stunt? Ja, een stunt, ja. Laat ook maar zitten, joh. Ik knal ook overal tegenaan wat ik tegenkom, joh. Dat is niet de bedoeling, hè, Jan? Nee, dat klopt. Gewoon gas erop, jongens. Wat? Gewoon een beetje doorknallen. Deze is makkelijk, man. Als je deze faalt, ben je echt slecht. Thibaut? Alles erop, hè? Ja. Niet te falen, hè? Hé, deze hebben we deze niet laatst nog gedaan? Nee, hij komt me heel bekend voor. Nee, toch? Ik. Nee, deze hebben we gedaan al. Ja, deze hebben we al een keer gedaan, maar dat maakt niet uit. Oh, we rijden gewoon, jongen, we doen per jaar honderden races. Dus het kan wel eens voorkomen dat we dezelfde hebben. Nou weet ik hem. Maar, ik weet dat het heen en weer is, dus ik wil zo snel mogelijk doorrijden. Kijk uit! Ongeduld. Ging goed! Dat... Oei, schat, wat zeg je nou dat je slecht bent? Serieus, jongen, wie was dat? Tegen. Als iedereen rechts blijft, heb je geen last van elkaar. Die walrijd is echt 20 meter breed, man. Maat. Oké, Guido is ernaast. Ik rij rechts. Ja, ik rij ook rechts. Knal ik tegen. Oh my god. Ik reed door het midden. Ja, dat had ik ook niet anders verwacht bij jou, man. Oh, Raymond, jongen. Ik zie je. Goed zo, Angelo. Dat is hoe maar het moet gaan. Nog. Oh, wat? Waarom rijden jullie daarboven? Ja, ik ben nee, Raymond. Nee, ik ga toch gaan voeten. Ja, ik ontweek je even, maar ik ben er nog niet. Dat is het hele probleem. Die Tempesta is echt traag. Oh, jawel. Oh, nee, rijder! Dat scheelde echt niet veel, man. Maar ik heb hem. En mijn batterij van mijn controller is bijna leeg. Ik ga het zo meteen vergeten, hoor. En dan zo meteen sta ik gewoon stil, omdat mijn controller leeg is. Maar, nu geen tijd om hem op te laden. Het is safe, ik ben langs Ryan. Goed zo. Dat zag je niet, Thibaut. Jij weet niet wat ik kan er maar één zijn. Zo, Ryan! Waar kom jij vandaan, joh? Of was het Liam? Yo! Oh, dat was het Liam, man. Daarom zit ik smeren te wachten. Ja, echt hoog ook, man. Angelo. En, nu zit Guido naast me. Wacht, ik laat hem even inhalen. Want... Oh ja, thanks. Ja, tegen die auto ga ik niks kunnen doen, dus jij mag voorop halen. Daarom pak ik deze. Ja, slim. Ik heb hem helaas niet custom, dus ik hou het gewoon bij mijn Osirisje. Die is ook wel sterk, maar niet... Mooi. Oh, Angelo. Nou, dankjewel voor je plekje, Guido. Ja, ik denk, geef hem terug, hè. Oh ja, I appreciate it. Gelukkig probeer hem ook niet te beuken. Ja, zeker. Goedendag. Ik rij beneden, ik rij beneden, dankjewel. Ik heb helemaal de lucht tegenschoten. Nee! Gaat goed. Ja, gaat goed, maat. Ik ben bang voor jullie, man. Ik moest even krabben aan mijn neus, joh. Hey, het ging goed, Angelo. Alles op controle, toch?
Ik was net op niet uit. Daarom, daarom. Ja, ik moet nu alleen nog terug. Wow, joh. Mike, heb jij hem gehaald of niet? Ik heb hem. Oh, dan ben je eerste man. Lekker bezig. Let's go. Ik ben trots op je, Mike. Ja, ik ga gewoon, ik ga beneden rijden. Ik ga beneden! Ik ben, beneden. Liam. Ik ben heel erg trots op je. Dat was jouw schuld, Timo. God. Ik heb helemaal niks, ik heb niks verkeerd gedaan. Ik reed extreem rechts. Ja, oké, ik ga nu ook weer rechts, ja. Nee, ik dacht ik ga beneden rijden, want jullie zullen wel boven rijden. Maar dat was niet het geval. Nou, maar jongens, hebben jullie nou nog geen eens een rondje? Goed zo, kijk, Timo, zo hoort het gaan. Wat deed je nou net verkeerd, man? Net ging het gewoon verkeerd bij jou. Ja, kan gebeuren. Ja, tuurlijk. Oké, dat hobbelige stukje. Nee! Ik heb je niet eens geraakt, hoor. Wat? Wat zeg jij? Je rebeukt me vol van die stunt af, bro. Helemaal Ryan. Ryan die beukt iedereen ernaast, jongen. Bro, ik had je niet eens aangeraakt. Je rebeukt me keihard van die baan af. Nu is Guido tweede door jou, Ryan. Anders was ik tweede. Ja, maar nu heb ik een DNF geven. Door jou. Ja, doe mij. Dit is toch sowieso wat keihard. Je zit sowieso op keihard laatste. Nee, nee, niemand haalt me meer in. Ja, Liam, go, 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 Liam, go, go, ga go, go. Heen hoor. Ja, hij zit. Nee! Oh my god, wie was het? Nee, Liam. Liam, dit is mijn. Nee! Liam is gekregen, ik ook! Liam, waar ben jij? Oh nee. Ja. Nou! Ik was ook nog in crash, jongen. Mijn derde plek, bro. Ja, Mike die was eerste. Guido die was nu tweede. Liam is vierde. En dan weet ik eigenlijk niet meer wat er aan de hand is. Wel dat Ryan sowieso een DNF hebt. Helemaal niet. Ik ben vijfde. Goed zo, Thibaut is vijfde. Degene die voor Ryan rijdt, dat is Raymond, die heeft ook een DNF. En degene die voor Raymond rijdt, dat is Angelo, die heeft ook een DNF. Nou, dan gaan we dus, ja, dan gaan jullie punten. Dat zijn weer, dat zijn weer drie DNF's erbij. En dan gaan we ook door naar race 2. De volgende race begonnen en we beginnen in non-contact. Dus er kan even... Oh, die bocht. Ik volg Ryan's spoor, maar dat is niet handig. Oh, Ryan. Daar ging hij alweer, hoor. Hé, hey, mijn cash. Oh! Yes. Nee, Timo, bijna! Nee! Ryan, die volgt ons ook gewoon! Hey, we deden ons best en daar gaat het om, jongens. Oh, daar zijn we die glibberige platformpjes ook. Ja. Ik denk dat dit een redelijk lastige stunt gaat worden, maar... Ja, wel een kerstboom. Het is wel een kerstboomstunt. Ido, rustig. Dus dat kunnen wij. Oké, okay, gewoon de baan volgen. Oké, okay, deze stunt is van mij gemaakt. Ik ga gewoon naar... Hoezo? Omdat hij rood is. Rood en wit. Ja, maar dit is kerstmis, hè? Ja, ik ben ook kerstmis. Ja, ik wou net zeggen, ben jij kerstmis? Ik ben kerstmis. Jij bent een Grinch, bro. Ja. jij maakt iedereen aan het huilen. Oeh, ik moet hier naar rechts. Wat is dat, lap 2? Wat? Echt? De bocht Raymond. Wat zei je? Al die rondjes gaan snel, man. Ja, oppas voor deze bocht, want nu weet ik het. Het is geen moeilijke race. Nee, dit is inderdaad niet een hele moeilijke race. En... Ryan, waarom sta je dan achter me? Oh! Ik ben even een Angelo, Angelo. Ik ben langzaam op Thibaut aan het inlopen. Nee, ik krijg weer een gat, hè. Wat? Rijtje op. En dan gaan we nog een keer, hoor. Ik ga een keer. Ik denk dat er nogal mensen gaan falen, want we moeten zo meteen nog een keer namelijk, dus... Wie gaat er helemaal schuin over de platform heen? Ik ben op jullie aan het inlopen, man. Oh, we gaan... Ja, we moeten hier afremmen voor elkaar, anders ging... Oh, kijk uit, jongens, kijk uit! We liggen hier met z'n vieren bij elkaar. Oh, ik mis het! Ik mis die voorruit, maar hij doet het nog! Nee. Jongens! Nee! Oh, ik ben er langs! Ik ben er langs, ik ben er langs! Let's go, Angelo! Yo, ik ben lekker! Kijk uit voor dit bochtje, kijk uit voor dit bochtje! Dat was niet expres. Nee, dat was niet expres. Ik kon niet meer bijsturen. Maar je had wel de vrede, hè? Ja, ik probeer je gewoon normaal in te halen, maar dat is lastig, man! Nee, ik knal het wel. Ja, inhalen. Ook omdat ik je niet vertrouw, maar oké, wacht, laat me inhalen dan. Nee. Angelo. Hey, ik rijd gewoon nog door. Ja, ik zei nog, laat me je inhalen dan. Ik zei het nog. Ja, maar dan moet je sneller rijden. Ik kon niet sneller. Ja, dan moet je me niet inhalen. Nou ja, op zich, ik sta nu eerst, dus ik vind het helemaal niet erg als ik eerlijk ben. Dit was gewoon tactiek, bro. 6 puntjes, hè. Alles voor de zon. Halen. Oh, nee. Ik haalde het plat voor me net! Zo. Oh nee, daar komen ze aan. Ga weg, hoor. Ga weg, want hier komt de finish. Ik mis de checkpoint. Uh-oh. Nee, ik mis de checkpoint. Nee! Kan Tibo? Nee, ja, dat nee! Ik ben de hele finish nu! Oh nee! Hey, thanks nu ben ik nu vierde!
Nooit! Wat gebeurde daar, jongen? Ik schoot vol achter jou in je auto, jongen. Ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar ik was gewoon... Zo, jij gaat ver, jij, jongen? Ik haalde... Oh, ik mist die auto de checkpoint, jongen. Maar even tussendoor, wie was er nu eerste dan? Ja, wie denk je? Angelo. En tweede? Ik. Oh, Raymond lekker bezig. En derde? Ja. Liam. En Ryan DNF zit te juichen. dat hij de finish heeft gehaald. Lekker bezig, Ryan. We gaan door naar de laatste race. De laatste race is begonnen en deze is gemaakt door Guido, oftewel de persoon die hem zelf ook gaat racen. En wat voor race is het? Het is Trollbox. Nice, dus jij weet al wat we moeten doen. Maar ik vind wel, als je eerste wordt, dan moet je ons wel een puntje gunnen. Guido, het is echt een hele goede race, maar ik heb nu punten. Ja, wat een... Oh nee, dit is een rems... Oh, dit begint nu al. Oh, dit meen je ook niet. Ik zou me echt stuk lakken. Wacht, zit die remschijf overal? Zullen we dat even checken, jongens? Of dat je misschien helemaal links of rechts kan pakken? Helemaal links, werkt dat? Even kijken. Nee. Oké, dan ga ik helemaal rechts. Oh, wat? Oh, helemaal rechts zit hij ook. Oké. Die rem gaat hem niet worden, jongens. Oh, maar het begint, Guido. Wat heb je ons aangedaan? Oh, iemand heeft hem! Ik zag iemand gaan! Ik heb hem. Wacht, pak er nou iemand die wallride of zo? Je moet die grote muren opgaan en dan wallriden. Oh ja, ja! Ik ben op het spoor! Nee! Ja, nee. Weet ik veel, ik heb kan ook helemaal niks! Knap. Timo, ik geef je de tip niet op het spoor landen. Oh, ik heb hem gewoon via de berg omhoog. Oh, ik ga weer op het spoor. Ik ben weer op een spoor! Hoe krijg je dat voor mijn staart? Nu wil ik twee puntjes, hoor. Ik spoort echt niet, hoor. Maar alle zes. Ah, ja. Oké, wacht. Als ik er nu weer op kom, ik zweer het je. Nee. Nu kom ik eronder. Nu ga ik goed. Hier. Hoppatee. Thanks voor het kussentje. Oké, dit checkpoint hebben we. Het zijn ook maar 9 checkpoints, maar ja, ik vertrouw Guido ook echt niet. Nee, wacht, deze checkpoint zit hoog. Maat. Ja. Hoe hoog? In een andere box, volgens mij. Bovenop het plafond. Zit die bovenop het plafond? Ja, dat is een tip, ja. Dat is boven de box. Dus dan houdt en dat je hem gewoon kan pakken via de muur? Nee. Oh. Wat is dat voor een stomme tip, man? Ik lig nu ook vast in een bosje, ouwe. Die rem die ik je zag pakken, werkt die ook of niet? Waarom zit er een ramp op het treinspoor? Moeten wij treinspoor misschien wel op? Ze zitten wij elke keer uit te lachen. Maar misschien is dat wel van de bedoeling. Rijn, jij hebt zelf het idee, of niet? Ja. Oké, aan de kant. Oh. Ja, hoe kom je daar auto op dan? Ik checkpoint heb gehaald. Ik alleen de uitvoering wel beter is dan de mijne. Angelo, ben je daar geraakt? Ja, oh nee, ik was er bijna op. Angelo, gedaan. Heb jij een checkpoint? Nee, ik heb iets gedaan dat denk ik later nog moet. Dan heb je al een andere oplossing gevonden. Ja. Zit hij ook op een onzichtbaar iets of zo? Maar volgens mij, ik weet niet of ik... Ja, ik ga gewoon eens die rode buis in dan. Want we moeten sowieso het plafond in namelijk. Ja, ik zit in het plafond, maar... Oh, echt? Ja. Oh. Ik wil daar eigenlijk iets heel anders doen, maar... Nou, zeg dat maar niet, verschrik. Ik ben nu in de rode buis. Waar gaat de rode buis naartoe? Hey Liam, ik zit hier. Oh, hij gaat wel naar boven. Ja, daar was ik net ook op, maar dat loopt dood. Wat is dit, Guido? Hoe de hek raak je zo? Wat? Wat is dat rode buis allemaal, man? Oh! Dat is leuk. Ah nee, dat gele ding is ook niks! Ja! Niks. Ben ik helemaal naar boven gegaan? Dit loopt gewoon dood, hè? Ik snap er niks van. Wacht, misschien moet ik wel hier door die muur heen. Wacht, want dan zit hier een rampje namelijk. Ik denk op een of andere mysterieuze manier dat ik hier wel door kan rijden. We zitten allemaal bij hetzelfde stukje. Nog steeds zegt hij dan. Ah nee, ik kom hier niet verder. Guido, dit loopt dood, hè, of niet? Dat kost een puntje. Ik geef je één puntje. Loopt dat dood? Dat loopt dood. Oké, ja, dan ga ik respawnen. Dat was mijn puntje waard, want anders zit ik hier morgen nog. Als je respawnt, zit er daar een uitstekend... platformpje bij dat cadeautje, nee jongens. Ja, mensen proberen dat al. Ja, al heel de derde, ik raak niet in dat rot. Nee, maar daar zit niks. Ja, ik zag het randje. Kan je niet gewoon... Ja, nee man. Ik geloof niet dat dit leuk loopt. Nee, dat loopt serieus dood. Oké, dit loopt wel dood, maar ja, we moeten alles proberen.
Zometeen, ik zweer het, zometeen zie ik gewoon staan. Angelo finished first of zo, zonder dat hij iets heeft gezegd. Ja, nee, ik weet het. Dat is het laatste wat er gaat gebeuren, ja. Oké, ja, in dat geval dan vind ik het helemaal mooi. Ja, ik vertrouw er helemaal niks van, man. Eerder Raymond finished first of zo, kan ook beter. Oh, ik ben in dat gat! Ja, ik dacht, ik probeer het toch even hoor. Die groene buis, Ryan. Hey Ryan, kan je mij even losbeuken, maar dan niet ernaast beuken? Ja, waar ben jij? Ja, hier in dat gleufje. Ik kom los. Ja, let's go. Alright. En nu? Oké, dat loopt sowieso dood. Lig ik weer op de kop. Oh, wacht, die buis komt hier uit naar de grond. Naar de grond? Ja, maar ik weet niet. Waar zitten jullie te kijken? Ja, we zitten in die groene buis. Maar het is, komt wel op het, hij komt toch op het dak uit, Ryan? Ja, we zitten op het dak. Ja, maar dat moet toch ook? Ja, maar hoe wil je die buis uitkomen? Zit er beneden geen opening? Oh, nee, ik val naar beneden. Oh ja, kijk dan even of er een opening beneden zit. Ja, nee, want dat moet nu respawnen. Ja, als je geen opening zit, moet je respawnen, ja. Ja, dit is het. Nee. Ik zie jou rijden. Nee, zit... serieus. Nee, rijd nu die buis uit dan, als dat het is. Oké. Je zit er nog in, je bent gerespawned. Nee, ik ben aan het rijden. Nee, je bent gerespawned. Ja, dit is normaal. Probeert die mij te trollen, jongen, die viezerik. Deze zit echt daar, Jan, daar bovenop. Ja, ik probeer hier bovenop even te kijken, maar nee, die zit helemaal dicht. Nee. Ja, maar je kan daar niet verder, man. Deze buis... Ik denk dat we die andere groene buis moeten hebben. Ah, nee, die buis zit op die berg hier. Nee, die buis... Ja, maar er zit nog een andere buis. Wacht, Timo gaat respawnen. En Thibaut was op de goede plek. Thibaut, wat ben jij aan het doen hier? Niks, hier ben ik legit aan het vallen. Oh. Ja, maar wat is Thibaut? Thibaut ging deze kant op, jongens. Ja, hier is een groene buis. Ho! Stinkers, jongens, er is een zichtbare ramp. Ik zat er gewoon te wachten. Waarom zit die onzichtbare ramp daar? Waarschijnlijk omdat we goed rijden. Ik snap er niks van. Is iemand gewoon op die groene buis ingereden hier, of niet? Ik ben bovenop die buis. Liam was er toch al binnen? Ja, ik wil Liam die zijn. Ja, maar dit loopt toch gewoon dood? Ik ben op die buis. Op die buis? Oh, hoe ben je op die buis? Ja, ik weet niet. Ik zit in een hele bovenverdieping. Ja, dat is de bedoeling. Zit er hier niet... Oh, iemand rijdt door de muur heen! Oh, nee, niet. Dat rijdt niet door de muur heen. Ho, ik ben wel op die boven! Hey, Jan. Wacht. Rustig. Ik dacht dat iemand door de muur heen reed. Nee, helemaal niet. Nee, dit is sowieso een troll ook, hoor. Laten we zeggen dat ik hier net zat, jongens. Daar zitten we denk ik wel goed. Alleen, ik denk dat we... Oh, wacht, gaat hij verder. Ik durf hier niet doorheen. Wie rijdt er achter me? Oh, Mighty gaat het achteruit doen. Oké, slim. Okay. Slim. Ik doe met je mee. Kan er niet. Nee, zit ook dicht. Oh, zit hij echt helemaal dicht? Ja. Dat meen je niet. Ik ga Raymond achterna. Kijk eens hier. Nee, wacht. Hier kan je verder. Oh, Mike! Kijk, jongens. Wat? Mike! Riem, gaat het erin. Ja, ik zag het aan de plaatsing. Oh mijn god. Zitten jullie op die groene buis? Ja, hebben jullie dat stukje daar op die groene buis? Ja hoor. Maar, we hebben wel een checkpoint! We hebben een checkpoint! Je kan dan respawnen! Je pakt hem door de muur daar! Respawnen, ja Mike. Ja, let's go! Wij hebben hem! Hoppatee! We zaten allemaal goed. Ik ben zo blij dat ik bij Mike reed, ouwe. We moeten nu wel weer naar beneden, Liam. Wacht, nou, naar beneden. Nee, dan kan je toch over... Nee, hier, de buis op. De buis op en dan kan je er hier gewoon naast vallen, toch? Kijk, dan ben je toch weer in die bak. In de bak. Let's go. Nu moet ik op die brug landen, denk ik. Je kunt de checkpoint vanaf hier zien, hè? Ik kan hem zien, ja. Hij zit bij dat dartboard, maar volgens mij zit hij er net achter het spoor. Je moet weer helemaal terug denk ik, hè? Ja, moet eerst het andere platform weer op. Jongens, moeten jullie aan dat geel ding omhoog rijden? Of waarom is Oh, niet weer! Spoor, Kon je dat spoor niet weghalen, man? Ik ben er weer op gehaald. Niet te dicht achter elkaar rijden. Gewoon volle vaart? Je moet een walride doen! Je moet helemaal hier van boven. Oké, een walride. Ik dacht dat je naar die buis moest springen. Nee. Ik ga eerst kijken of die wel echt klopt, hoor. Hij klopt zeker. Ik heb hem al, Jan. Eens even kijken, hoor. Oh shit. Remglitch. Hier in één keer. Ik ben nu op dat zwarte platform geland. Ik hou je tegen. Thanks. Alsjeblieft. Niet die rem pakken, hè. Hoezo niet? Nee. Oh, daar zit een rem!
Ja, ik moet door de muur. Helemaal van boven. Hé, hey, dit was geen goede tip hoor, Angelo. Geen puntje voor jou. Oh, wat? Ik heb je de beste ooit gegeven. Je had het nooit geraden. Nee, dat klopt. Ja, ik heb echt geen flauw idee. Oh, ik haal die wallride niet. Helemaal naar boven? Ja, dus je hebt de rode buis omhoog. Ja. Totdat je tegen het tak aankomt en dan moet je daar door die muur. Oh! Nee, ja, ik ben aan het glijden nu. Ik ben aan het glijden. En... Je kan... Ben ik er nu? Allee, jongen. Oh, ja. Hoe ben je daar gekomen, Jan? Angelo? Ja? Het was niet een duidelijke tip, man. Maar een puntje waard. Nee, dat was een grapje. Je krijgt een puntje van me, komt goed. Ja, dat merk ik. Ik ga eens even snel kijken. Wil die halfpipe? Ja, en dan helemaal boven. Dit kan toch niet zo makkelijk zijn? Ik vertrouw dit niet. Godverdomme. Ik wist het ook gewoon, jongen. Ik zag het al aankomen, maar ik dacht, ik moet het proberen. Oh. Bij de finish, jongens. Ja, Mike, hoe kan ik die checkpoint halen? Helemaal via de zijkant, of niet? Ja, via de rechterkant. Oh ja, dat dacht ik al, jongen. Smeerlap is die Guido ook. Maar, waar is de finish dan? Ja, oh nee. Zit ergens beneden. Dat is een puntje trouwens. Hè? Zit de finish beneden of boven, Guido? Beneden. Oké. Ja, dat is wel handig om te weten, want ik kan daar niet op focussen. Waar slaat dit nou? Wacht, Mike, hieronder. En dan ben je hierheen en dan daar ben ik al geweest. Oh, dat liep dood? Oké. Ja, dat liep dood. Ik moet ergens anders even kijken. Hoe haal je die dan? Dat dartboard moet je helemaal bovenaan de... voor een puntje, Thibo! Ja, wil je weten hoe je het dartboard haalt? Eén puntje maar. Ja. Oké, want dan moet ik dat puntje aan Angelo geven. En dan kan ik nu dat puntje weer terugkrijgen van Thibo. Je moet helemaal vanaf dat rampje... Ja. Die zeg maar aan de andere kant staat van waar je respawnt... Moet je helemaal boven tegen het plafond aan rijden. Op de wallride. Ja. En dan gewoon helemaal door. Dus nee, niet de hele looping doen. Gewoon de wallride op. Oh. Deze tip die heb ik zelf. Dit heb ik zelf uitgevogeld net. Angelo reageert er ook gewoon niet op. Ben je mijn tip aan het teruggeven? Voor een puntje. Nee, ik heb hem geholpen, Angelo. Ja, nee, dat is Je zit ook totaal niet op te letten. Je bent hier gewoon rondjes aan het rijden, jij ouwe. Dat kan dit niet. Luister naar mij, Thibo. Nee, luister naar mij. Het is mijn tip. Nu, ja, helemaal naar boven. Helemaal naar boven, Thibo. Eén puntje kost dit, hè. Helemaal naar boven. Ja. Tegen het plafond aan. En dan door die muur. Oh, daar, die muur. Ja, kijk, wat kijk. Niet trekt, is dat je dan naar links moet? Nee, daar hoef je niks te doen, Thibo. Nee, dat is mijn tip, Angelo. Had het ook helemaal niet door dat ik gewoon de tip weggeef van een punt. Wacht, hier staat een bosje. Dat is Angelo's tip. Angelo's tip. Oh nee, ik dacht dat ik door de muur heen ging, maar ik ging door het bosje heen. Nee, dat is gewoon een bosje die is. Ja, nee, dat gaat hem niet worden. Ik zit in een boom volgens mij, niet eens in de berg, in de boom. Het was te proberen, hè? Misschien was het hem wel. Guido, ik wil even een deal met je sluiten. Voor 3 punten kan jij mij ongeveer in een tekstbericht sturen waar de finish zit. Want dan weten de anderen het niet. Ja, want het zijn mijn 3 punten, ja! Wacht. Oké. Guido is aan het typen. Het staat letterlijk in mijn beeld. Er zit hier een remschijf. Dan moet ik je nu al 4 punten geven voor deze race, man. Dit is ongelooflijk. Ik had daarnet Guido ook een berichtje gestuurd, maar mij heeft hij nooit geantwoord. ik zie hem nou pas. Ik heb hem al gezien. Ja, wat is dit? Guido heeft naar mij toegestuurd. Je moet eerst de rode buis in. Er zit daar toch een doorgang. De rode buis in. Oké. Ik ga niks zeggen. Ze kunnen me nu niet horen, dus vandaar. Hoe haal je dit hier, jongens, op dit platformpje? De rechts langs rijden voor een puntje, Thibo. Thibo is er de rechts, de rechts langs. Ik ben gewoon punten aan het scoren op deze manier. Hier. Staat dat op een muur? Je kan toch niet waar, hè? Wie is hier? Ik heb hem waarschijnlijk al door, Jan. De tip was dat we hier moesten zijn, maar... Kijk, hier zo tussendoor. Oh my god, die is sneaky! Guido, ik heb je door. Ja, het ding is... Mike, jij hebt hem gratis. Ik heb hier 3 punten voor betaald. Ja. Nou... Deze is ik heb hem! Ik kan nu nog wel eerste worden. Nee, Mike, laat me nou wel eerste worden. Ik heb 3 punten voor ingeleverd. Ja, deze race kost me 2 punten. Hoppa. Ja, maar ik ga... Nee, maar nu gaat Mike nog proberen eerste te worden. Ook die sneaky best. Ja hoor, nou ja. Natuurlijk. Ik ben 5 punten kwijt aan deze race. Oh mijn god, jongen. Wat een belde, Jan. Ja. Ja, en wacht, nu... Wacht, pas op. Oh my god. Bro! En nou?
Maat, maat! Ik dacht, ik moet er gewoon doorrijden! Ik weet dat ik zo meteen moet remmen, want anders vlieg ik ernaast. Links de berg op. Hier naar links? Wow, 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 Mike. Is dat echt de bedoeling? Ja, ja, ja. Ja, dat, zo zag ik Guido en het Liam net doen. Kijk uit dat je niet van naar links gaat, van rechts bedoel ik. Ik ben erop. En dan? Ja, en dan. We moeten helemaal naar boven, hè? Oh, hier. Zit er een rempje? Hier, Jan. Oh. Ja, dan moet je wachten. Ja, ga jij maar eerst. Ga maar, ga maar, ga maar. Ja, ik heb hem. Let's go. Oh-oh. Ik heb hem ook. Nou, ja. Kut. Liam 1, Mike 2, ik 3. En ik denk de rest allemaal een DNF. Als je een DNF krijgt in je eigen race, is wel je eigen schuld, ouwe. Dit duurde echt, echt lang, man. De rest heeft de weg nog niet gevonden. Nee, joh, ik zit hier nog drie steeds op. 3 seconden, 3 seconden, Guido, voor je eigen race. Oh. Heb je hem? Dat volgens mij. DNF is een eigen race. Man, ik sta een centimeter voor de finish. Wacht, even denken. Guido die krijgt sowieso 4 punten van me. En Angelo voor de hulp geef ik jou er 8. Ik heb je ook geholpen. Waarom niet, Joel? Nou, Ryan, jij ook. Dan krijg je er ook nog 3, jongen, alsjeblieft. In de pocket. Ryan, wil jij nog punten weggeven? Nee. Oké, nice. Liam, wil jij nog punten weggeven? Geef toch wel het beloofde puntje aan Raymond. Of aan Guido. Wow. Oké, 1 puntje aan Guido. Let's go. Mike, wil jij nog punten weggeven? Geef 3 punten aan Liam. 3 puntjes aan Liam. Hoppatee. Ik krijg die er nog eens bij. Raymond. Nee. Angelo. Ik ga niks weggeven. Wil jij nog punten weggeven? Guido 2 puntjes. Guido 1 puntje. Kijk. Oh ja, voor de tip, hè. En... Oh ja, wacht, Thibaut, komen we nog bij. Guido, wil jij nog puntjes weggeven? Nee, ik denk dat ik hou ze deze keer. Dat zou ik inderdaad ook doen. En als laatste, Thibaut, wil jij nog punten weggeven? Ik geef jou 1 puntje voor de tip van Angelo. Let's go. Ik geef Angelo 1 puntje voor zijn eigen tip. En ik geef Raymond en Liam 1 puntje. Kijk. Ik geef die 4 puntjes in totaal weg. Dat maakt de tussenstand op dit moment... Ik sta op de eerste plek met 66 punten. Timo staat op de tweede plek met 53 punten. Mike staat op de derde plek met 50 punten. Liam staat op de vierde plek met 46 punten. Angelo staat op de vijfde plek met 39 punten. Guido staat op de zesde plek met 34 punten. Rijn staat op de zevende plek met 33 punten. En Raymond staat op de laatste plek met 23 punten. Maar de laatste aflevering, oftewel morgen, gaat het om dubbele punten. Dus alles is nog mogelijk, want je kan, als je 3 keer eerste wordt, 36 punten verdienen. Mocht je hebben genoten... Ram er natuurlijk uit, dat blijft me straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. Check natuurlijk ook iedereen die meedoet aan deze serie in de beschrijving. Check de race in de beschrijving, check de links in de beschrijving. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Nee. Bye. Doei.